Overleefd. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben in de lift. Oh, ik ga een afternoon walk doen. Nee, morning walk. Het is hier 12 uur. Ik ga gewoon eventjes kijken hoe de omgeving eruit ziet met de camera. En ik heb een flesje water bij me en een reep mocht ik verdwaald raken en heel lang wegblijven. Oké, echt super stom. Ik wil dus net een stukje filmen van het water hier en de stenen met de grote camera. Alleen kom ik tot de conclusie, het is wel heel fel, dat ik SD-kaart ben vergeten. Dus daar baal ik er wel van. Want dan kan ik eigenlijk geen mooie beelden maken. Met deze camera, dit werkt gewoon niet als je slow-mo wil en zo. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon genieten van mijn walk. Ik kom hier nog vaak zat terug. En dan hopelijk ook misschien met beter weer. Want het is echt gewoon bewolkt. Het is gewoon alsof ik in Nederland ben. Maar goed, dan maak ik wel weer betere beelden. De vibe hier is heel erg chill. Iedereen laat elkaar gewoon lekker doen wat hij wil doen. De een is van buikspieroefeningen aan het doen op het strand. De ander is squats aan het doen midden op de weg. Weer iemand is aan het skileren. Ik ben aan het vloggen. En nobody cares. Dat is echt wel iets heel erg fijns. Ja. Goedemorgen, een nieuwe dag in Californië, in Redondo Beach. Ik ben op mijn morning walk en ik heb deze keer ben ik langs een juice bar geweest en heb een soort van juice genomen. Alleen, ten eerste, hij is super groot, terwijl ik een medium had en voor mijn gevoel is het een soort van extra large. En hij was $10. Dat vind ik wel iets te veel voor een juice, maar goed. Ik ben ook even bij de Whole Foods geweest voor wat kombucha. Oh, deetje mina. Mensen praten heel hard hier. Goed. Ik moet ook zeggen dat mensen veel minder kijken als ik aan het vloggen ben. Ik heb het gevoel dat het normaler is hier of zo. Mensen doen gewoon normaal. Niemand kijkt om. En in Nederland durf ik echt niet vloggend over straat. Want iedereen is aan het kijken en denken van wat is die chick aan het doen. Voordeel is ook dat mensen me niet verstaan. Dus kan ik eigenlijk de grootste onzin zeggen die ik wil, zonder dat mensen dus denken, oh mijn god, ze heeft het over kombucha. Ik ben heel eventjes binnen geweest thuis en nu gaan we met z'n allen naar de Walmart. En we gaan ergens even koffie drinken. En aangezien ik niet echt dat ontbeet, alleen die hele grote groene juice, die trouwens super zoet was. Ik vraag me dan soms stiekem af, doen ze er niet suiker in ofzo, maar volgens mij niet. Maar hij was gewoon heel erg zoet. Ik eet nog even een, oh ja, dit was het, een Lera bar die ik heb gekocht bij de Whole Foods. En deze is almond butter chocolate chip. En hij is best wel lekker, moet ik zeggen. Dus dit is dan mijn ontbijt, in ieder geval. Het is weer zover. Ik ga rijden. Wish me luck. En we hebben het weer overleefd. Yay! Thanks man, high five. High five, Karn. Hallo. Ja, ik weet het. Nou, je komt door. We hebben Froyo gehaald als lunch. Lekker. Ik ben voornamelijk voor veel fruit gegaan, zoals je ziet. Tijd voor een lunch. Ik heb honger, ik wil iets eten. En zoals ik vanochtend vertelde dat ik kombucha had gekocht. Ik weet niet of ik het had laten zien. In ieder geval, er is echt een enorm schap vol met verschillende soorten kombucha en kombucha merken. Daar waar in Nederland je ongeveer 2 merken hebt of 3 in een ecoplaza of een markt. Niet eens in de gewone supermarkt. Maar ik heb dus Health Aid kombucha gekocht. Blood orange, carrot, ginger. Ik heb ook een andere gekocht. Wacht, zal ik even het zien. De hoek. Die leek me ook wel interessant. Dit is blackcurrant,
maca root berry. Kijk, dit is hoe de koelkast er nu uitziet. Gevuld en wel, met allemaal lekkere dingen. En ik heb ook vegan cheese gekocht. Dit is een merk wat ik een keer bij een YouTuber zag die ik volg die helemaal vegan is. Kalel heet ze en ik vind haar helemaal geweldig. Die is helemaal vegan en ik krijg wel heel veel inspiratie door haar. Dus ik ben benieuwd of deze lekkerder is dan die ik laatst in Nederland heb gegeten. Waarom staat de televisie aan? Dit is heel irritant. Voor als je aan het vloggen bent. Mute. 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 Zo, stilte. Ik moet zeggen, hij is wel heftiger dan de kombucha in Nederland. Ik heb even een sandwich gemaakt hier. En ik heb ondertussen stiekem ook even de kaas geprobeerd. Ik moet zeggen, ik vind hem best wel lekker. Hier een klein stukje. Ik heb één plakje al helemaal opgegeten. I like it. Het blijft natuurlijk een beetje een gekke structuur hebben. Want het is natuurlijk niet echt kaaskaas. Maar ik vind deze wel lekkerder dan ik in Nederland heb geprobeerd. Maar misschien heb ik in Nederland wel echt de verkeerde geprobeerd. Want ik kreeg heel veel comments met... Je moet dit merk proberen, je moet dit merk proberen. Maar goed. Vanavond slaap ik op de slaapbank beneden. Zo. Met Netflix aan. En, heel belangrijk, Halo Top IJs. Woehoe. Mama heeft vanochtend een wandeling gedaan. En toen zag ze ineens dat er een marktje was. Dus we zijn nu gaan kijken naar wat er allemaal is. En misschien halen we nog wat groente en fruit. Het is nog steeds grauw en grijs weer. Maar goed, als het goed is, wordt het vanmiddag lekker weer. En dan kan ik echt laten zien hoe Californië eruit ziet met de zon. Na mijn lunch ging ik dus even wandelen en volgens mij ging ik om 4:15 of zo weg. En het is nu 8:30. Ik ben denk ik net 10 minuten terug of zo. En ik heb gezet, hoeveel stappen? Heel veel. 18.206 stappen. Ik heb 11,9 kilometer gelopen. Ik weet niet, ik heb mezelf een beetje doen verdwalen en rondkijken. En voor ik het wist was ik... vet ver, helemaal aan de andere kant. Toen moest ik eigenlijk nog terug. Toen heb ik een Trader Joe's opgezocht om via de Trader Joe's terug te gaan. Want ik wilde ook eventjes naar de Trader Joe's. Dat is eigenlijk ook een soort van biologische winkel zoals de Whole Foods. Maar dan qua prijs iets lager. En ze hebben ook heel veel gewoon zooi aan producten en voedingsmiddelen, zeg maar. Waar Whole Foods echt heel veel alleen maar gezonde dingen heeft. Ook wel koekjes en zo, maar wel echt, ja... grotendeels gezond. Is Trader Joe's een soort van mixje. En daar heb ik een paar dingen gehaald. Ik heb corn taco's gehaald. Dus taco's gemaakt van alleen maar maismeel. En dat is in Nederland vrij lastig te vinden. Het is vaak een mix met mais en tarwe. Of het zijn gewoon tarwe tortilla's. En Boy die maakt altijd zelf de corn tortilla's. En die zijn echt heel erg lekker. Dus ik rook ze zelfs nog door de verpakking bij Trader Joe's. Toen dacht ik, oh, dat zijn die tortilla's die Boy maakt van alleen maar maismeel. Dus die heb ik gehaald. Ik heb vegetarian chicken gehaald. Meatless chicken heet het dan. En het zag er echt uit als kip. Dus ik dacht, dan ga ik die halen. En dan ga ik die in de corn tortilla doen. Met wat groenten en zo. En dan wordt dat mijn avondeten om 8:30 avonds. En ik heb nog amandelmelk gehaald. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de producten hier en zo. En ja, een beetje uitzoeken wat er allemaal bestaat. En wat er allemaal in Nederland nog niet is. En misschien kan ik iets doen om dat op de markt te krijgen. Who knows? Eerst gewoon heel veel uitproberen. En vanuit een soort van passie dat delen met jullie. Ik hoop dat jullie het interessant vinden.
Reminiscing about the time when we first met. En we zijn op dat punt aangekomen dat ik de vlog ga afsluiten. Het was naar mijn mening een heel relaxed, rustig vlogje, want er is ook niet zoveel spectaculairs gebeurd of zo. Ik heb je voornamelijk mijn wandelingen een beetje laten zien en vooral wat ik eet en ja, qua boodschappen heb gedaan. Dus ik hoop dat je dat interessant vond. De volgende vlogs komt wel wat meer dynamiek in. Dus er zitten wel wat geplande activiteiten bij. En ja, het is gewoon wat boeiender. De eerste paar dagen waren gewoon voornamelijk om te settelen en veel gesprekken te hebben tussen mijn moeder, mijn broer en ik. En ja, het zijn gewoon belangrijke momenten. Dus vandaar dat het gewoon wat easier is gegaan wat betreft het vloggen. Maar woensdag is weer een nieuwe vlog. En er komen er weer leuke dingen aan. Laten we het zo stellen. We bouwen het allemaal op. We beginnen kampjes. En dan bouwen we het langzamerhand op. Ik hoop dat jullie een fijne dag, avond, ochtend, whatever het ook is wanneer je kijkt, hebt. En ik hoop dat ik je bij de volgende video zie. Ik ga je een kleine cliffhanger meegeven van de volgende video. Alles is helemaal goed, maar ik vond het een grappig stukje. Dus laat ik dat er even inzetten. En dat zie je dus bij de volgende vlog. Abonneer als je niks wil missen en like de video als je hem leuk vond. Dus dat. Heb een fijne dag allemaal. Doei. Ik was aan het werk, dus ik was mijn video aan het editen boven. En ik had mijn oortjes in en... Ik voel me echt ineens zo'n, gewoon, ik weet niet, ik kan er wel om huilen. Het staat helemaal nergens op. Maar ik voel me ineens zo'n klein meisje die, waarvan, maar het is ineens, ik weet niet. Ik hecht me misschien te snel aan dingen. En ik ben meteen na deze dagen een soort van gehecht aan jullie. Zullen we iets gezelligs doen vanavond? Ja, zeker. Oké. We gaan, om mijn tranen weg te halen, gaan we...